De afgelopen dagen is er toch van alle kanten heel veel kritiek op hoe de case Aswini is aangepakt. Aswini, die is er nu in Nederland, maar zegt Patricia Etnel, parlementariër, de regering die heeft er heel wat steken laten vallen. De regering die heeft er heel wat blunders gemaakt. Vandaar dat we dan ook met de parlementariërs spraken waar in zij de blunders zien en hoe deze case anders aangepakt kan worden. Dus laat me alvast beginnen te stellen dat er heel veel blunders zijn gemaakt. En bestuurlijke blunders, besluiten die genomen worden, die niet genomen hadden moeten worden. En het is een hele trieste zaak wanneer je er zo naar kijkt. Omdat de manier waarop de mevrouw is uitgezet en de wijze waarop zaken zijn gebracht naar de samenleving, is alsof die mevrouw een crimineel is. Alsof die mevrouw staatsgevaarlijk is. En ik heb mevrouw Aswini vanuit de afstand gevolgd. En natuurlijk hoeven we niet met alles eens te zijn wat mevrouw Aswini naar voren brengt. Maar mijn gevoel zegt mij dat ik nooit iets heb gemerkt dat ik heb gehoord van haar dat staatsgevaarlijk is, dat iemand anders niet heeft gezegd. Ja? Dus dat was voor mij alvast één ding dat duidelijk was. Verder nog, wanneer je kijkt naar de vrouw is die hier geboren is, hier naar school is gegaan, ze is daarna naar Nederland gegaan, ze heeft toen de nationaliteit van Nederland verkregen, daarna teruggekomen, 11 jaren hier woont. Dus dan vraag je je eigen af, als we zo omgaan met dat gegeven, hoe willen we dan zeggen dat we mensen binnen de diaspora betrekken? Want daarover hebben we het vaak toch, diaspora. Of Aswini is een voorbeeld van een diaspora burger, om het zo te noemen. Ja toch, en dan wanneer het goed uitkomt, dan is het wel zo dat de mensen diaspora zijn. En wanneer het ons niet goed uitkomt, dan zijn ze vriendelingen. Waarvoor was het nodig om haar uit te zetten? Ja toch, het is niet nodig. Toch, dat is voor mij zo van, nee, we hoefden haar niet uit te zetten. We konden gewoon rustig met haar aan tafel zitten en aangeven van luister naar mevrouw Aswini. Zo zien we dat. Want dat is toch belangrijk, communiceren, praten tot elkaar. Want we hoeven niet vanuit dezelfde gedachten te werken. Maar wanneer we met elkaar praten, dan kunnen we bruggen slaan. Dan kunnen we samen tot goede besluitvorming komen. En ik ga ervan uit dat wanneer we kijken naar leiderschap van vandaag, dat ze niet oud en bekrompen zijn in denken. Niet oud en bekrompen, niet oud zijn in persoon. Toch? Want een seniorenburgers hebben best wel een goed denkvermogen. Maar je hebt mensen die in hun denken zeer verouderd zijn en helemaal bekrompen zijn. En dat vraag ik me af, zijn onze leiders zo? Moeten we dat zo etaleren? Want ik denk het niet. Toch, ik ga ervan uit dat ze jonge leiders zijn, mensen zijn die weten hoe het hoort, maar internationaal ook weten dat als je zaken niet goed behandelt, als het gaat om hoe je je mens moet behandelen, burgers moet behandelen, dat je met internationale wetten wordt geconfronteerd en straks ook nog met uitspraken waarvan je het land Suriname in grote problemen zet. Dus al met al zeg ik, de case Aswini is absoluut niet goed bejegend, absoluut niet goed benaderd en ik vind het heel triest. Dat we niet alleen maar zo omgaan met een Surinamer binnen die diaspora die niet in Suriname woont, maar voor mij is ze een Surinaamse vrouw. Maar dat we ook zo omgaan met een vrouw. Ja, een vrouw die eigenlijk een belangrijke rol verdient in ons perspectief. Ervan waarvan je hoort dat die leiders veel te zeggen hebben. Ja, vrouw dit, ja, vrouw dat. Maar uiteindelijk geven ze die vrouwen niet die plaats die ze moeten krijgen. Dus van hieruit ook een grote big up naar mevrouw Aswini. Dat ze zegt, weet je wat, ik ga het vanuit een andere situatie aanpakken. Ze is nu in Nederland en ze laat duidelijk merken van, hé, zaken zijn niet goed gegaan. En ik vind het triest hoe de zaken zijn gegaan. En ik zeg het laatste hierover, mag niet gezegd worden. Omdat ik vind, tot slot met betrekking tot dit onderwerp, wij kunnen niet wanneer we het goed vinden, zeggen dat die Surinamers behoren tot de diaspora. En wanneer we niet goed vinden, zijn ze vriendelingen. U zegt tot slot, mevrouw. Ik wil het terug naar dit onderwerp. Ja, nee, maar ik wilde toch wel weten wat u als blunders hebt gezien. Eén, de manier hoe ze er hebben uitgezet, het was niet conform. Waarom die vrouw, als ze zei dat als ze Nederlander is, waarom ga je met haar naar Frans-Guyana? Dat had niet moeten, dat had niet gemoeten. Je hoort dat ze een noodpaspoort heeft gehad. De vraag natuurlijk is, waarom krijgt ze een noodpaspoort als die vrouw een paspoort heeft? En we hebben een ambassade van Nederland hier. En ik weet en ik ben 100% zeker
dat we de consul-generaal kunnen bereiken. Ook eveneens de ambassadeur. Want de ambassadeur woont hier. Toch is het dat hij in Guyana woont of in een ander land. Hij woont in Suriname, dus je kan die ambassadeur bereiken. Dus waarom zet je die vrouw uit in Guyana? Waarom gaan er Surinaamse agenten met haar mee en niet, is niet Defensie? Want wanneer we kijken naar terrorisme en als we het zo moeten betitelen, staatsgevaarlijke mensen, dan is het buiten de grens. Dan moet je aangeven dat militairen mee gaan. Waarom wil de minister van Defensie niet? Verder nog, waarom hebben we het niet via de rechter laten behandelen? Want op een gegeven ogenblik komt de rechter met een besluit dat die vrouw per direct teruggehaald moet worden naar Suriname. Dat is een hele grote blunder, want ik bedoel, hoe ver kan het gaan? De uitvoerende macht laat zien dat ze niet in staat zijn die macht goed uit te oefenen. Want de rechterlijke macht moet komen beslissen hoe zaken verder afgehandeld moeten worden. Maar meer nog, die vrouw moest bij de rechter verschijnen. Maar ze verschijnt niet bij de rechter en ze gaat dan weg. Maar als ze in ogen van de staat ze zo staatsgevaarlijk was. Hè, en met zoveel politiebegeleiding en alles en zo. Toch? Dan laat die vrouw jullie zien dat ik gewoon wegga. Toch? Want nu was het daar. Er was geen enkele politie. Er was niet. Dus waarom zoveel heisa dat die vrouw staatsgevaarlijk was? Want was ze staatsgevaarlijk? Dan zou ze geboeid en al op het vliegtuig gezet moeten worden. Toch? Dus dat is het. En ik vind het zo erg dat dit soort dingen gebeuren in dit land. Waar we ook nog andere grotere problemen hebben die we moeten oplossen. Maar ons bezighouden met zaken waarvan die vrouw laat zien. We moeten ons milieu beschermen. We moeten onze natuur beschermen. Maar nee, we vinden dat niet goed. Toch? Leiders vinden dat niet goed. En ze vinden van nou dat ontapas mama voor. Toch? Wat is er nog? Weet je, hebben mensen geen recht meer tot praten? Recht van vrije meningsuiting wordt dat afgestraft in 1987 van de vorige eeuw. Hebben we hiervoor gevochten? Moeten we het nu vertrappen? Omdat we vinden dat mensen in onze straatje moeten praten. Leiders vinden dat. Toch? Waarmee zijn we bezig in dit land? Het is een trieste situatie en ik keur het af. En ik hoop dat het recht zal zegevieren in deze. Wordt het accent nu een beetje verlegd? Want we hadden het allemaal, er werd moord en brand geschreeuwd. Rond milieuzaken die niet goed gaan. En plots zien we alle aandacht is op mevrouw Assawini. Dus we moeten niet vergeten waarom die aandacht op mevrouw Assawini is gekomen. En het gaat allemaal om dat cyanide gebruik. Het gaat allemaal over vervuiling van ons achterland. Dus dat stukje mogen we niet vergeten. En we moeten dat blijven benadrukken. Want zowel Assawini, de case Assawini, als de case cyanide zijn belangrijk voor Suriname. Maar in deze moeten we nagaan, als we kijken naar de case Assawini en de case cyanide, dat we aangeven dat wanneer het gaat om de case cyanide, dat we mensen moeten hebben die hun mond openmaken en daarover praten. En daarvoor hebben we in deze mevrouw Assawini die daarover heeft gesproken. En misschien heel veel, want er zijn zoveel milieuactivisten die ook praten, maar misschien niet zoveel als mevrouw Assawini, maar ze praat. Maar belangrijk is dat er oplossingen komen, want tot nu toe heb ik niet gehoord wat de regering gaat doen met die case van cyanide. Het lijkt alsof er ergens een beetje zand erover wordt gegooid, weet je, en niemand praat erover, maar het speelt nog steeds. De mensen hebben nog steeds problemen in ons achterland met cyanide en ook met kwik. Dus ik hoop dat de samenleving dat ook blijft benadrukken van ja, de case van Assawini is heel erg belangrijk. Maar we mogen nimmer vergeten dat kwik en cyanide nog steeds een probleem zijn in ons achterland. En we moeten er een oplossing voor vinden. En u vindt de regering dus nog heel timide hiermee omgaan? Ze gaan heel lakser mee om. Timide is nog een beetje mild, laks. Ze hebben geen duidelijk beleid. Ze weten niet eens waar ze naartoe gaan. Weet je, in plaats dat we ons druk maken over dat vraagstuk, maken we ons druk om nog meer concessies uit te geven in de gebieden. Dus we zijn niet bezig om zaken beter te maken. We zijn juist bezig om zaken erger te maken. Toch? We praten over hoe we de mensen willen betrekken. Tenminste de regering. Maar de regering betrekt de mensen niet. De regering is puur bezig om weer hun zaken op hun manier te doen. Zonder de mensen te betrekken. En dat is een hele trieste zaak. Dus al met al wanneer je kijkt naar de wijze waarop deze hele tory wordt aangepakt, ben ik de mening toegedaan dat we des te meer erop moeten gaan letten en des te meer ervoor moeten zorgen
dat er oplossingen komen. Mevrouw Ernel, we hebben jubileumjaren, bezinnen of feesten. Kijk, we kijken naar het geheel en we hebben recentelijk 150 jaar Hindustaanse immigratie gevierd. En ik wil de totale Surinaamse gemeenschap alsnog feliciteren. En sowieso hebben we de Javaanse immigratie en we hebben straks ook nog Kitikoti, afschaffing van de slavernij. En dat is, wanneer we kijken naar 1 juli, is dat 160 jaar. En heel belangrijk is in deze dat we niet alleen maar bezinnen, maar dat we ook laten zien waar we staan als samenleving. Want kijk, er wordt zoveel feest gevierd, maar er is nog zoveel pijn in die samenleving. Er is nog zoveel armoede, er is nog zoveel wanhoop. Mensen die het niet meer zien zitten en zeggen, ik ga liever weg uit het land. Maar dat zijn alleen maar jonge krachten die weg willen. Dus wanneer je kijkt naar wat is de, waar legt men de nadruk op, dan missen wij dat. En de nadruk moet gelegd worden op hoe gaan wij de toekomst tegemoet. Wat is belangrijk voor de Surinaamse gemeenschap wanneer wij deze dagen herdenken? En wat geven we mee? Want we kunnen het feesten meegeven, maar morgen staat iedereen op en iedereen zit nog met de problemen. Maar wat heb je ze extra gegeven? Wat zijn die tools die je ze geeft? Is het een workshop? Is het een handreiking? Is het een bewustwording? Is het een meer lobby voor mama Dotti? Wat geef je die mensen mee? En precies dat stukje mis ik. Weet je, waarbij we die eenheid niet vertolken, maar juist die spleet, die verdeeldheid verheerlijken. Toch? Dus ik kijk er naar uit hoe wij dat zullen doen met betrekking tot 1 juli. Ik ben heel erg benieuwd. Maar voor mij is niet het feesten belangrijk. Maar wat belangrijk is, is wat we benadrukken. Wat geven we mee als tool voor die samenleving? En precies dat mis ik.